Erg cynisch noemt Mieke Vogels het Vlaams beleid voor kinderdagverblijven. Jarenlang voerde de regering campagne om mensen te stimuleren om een kinderdagverblijf te openen. En nu er veel nieuwe gekomen zijn, gaan ze de regels veel strikter en vooral veel duurder maken. Er worden nieuwe regels gemaakt, zowel op het Vlaamse niveau als op het federale niveau, zonder dat men eigenlijk de gevolgen van die regeltjes gaat uittekenen. En die gevolgen zijn nefast, want wat blijkt, als de kleinere, zelfstandige kinderdagverblijven al die regels moeten toepassen, ja, dan moeten ze gewoon de deuren sluiten. En je ziet vandaag al dat de ene na de andere kinderdagverblijf de handdoek in de ring gooit. Dat is een ramp. Een kinderopvang van de overheid krijgt €50 subsidie per dag en per kind. Een zelfstandige moet het doen met €30, of vaak helemaal niets. Daarbij komt dat kleine kinderdagverblijven nu vanaf 1 januari nog maar €7 terugkrijgen van de belastingen. Vroeger was dat het dubbele. Maar vanaf april moeten alle kinderdagverblijven wel voldoen aan dezelfde hoge normen. Het beleid klopt absoluut niet. En ik heb de indruk dat men echt die zelfstandige kinderdagverblijven eruit wil. Dat is al lang een doorn in het oog van zeg maar, de verzuilde organisaties van, die eigenlijk al het geld terug naar hen willen georiënteerd krijgen. En daar is men volop mee bezig en op een zeer slinkse manier. Door altijd maar nieuwe regeltjes, de lat altijd maar hoger te leggen en steeds meer mensen van de kant af te duwen. Ouders moeten soms al tot €35 per dag betalen voor hun kind. Dat is onhoudbaar. Vogels vraagt de regering dan ook om het decreet met de nieuwe strenge regels voorlopig niet uit te voeren. Annemie is zo'n zelfstandige die haar eigen kinderdagverblijf openhoudt. Kids & Co. in Wommelgem. 21 kinderen heeft ze hier. Maar binnenkort houdt ze het voor bekeken. Het is financieel niet langer haalbaar. Het is eigenlijk na 15 jaar genoeg geweest. Het nieuw decreet heeft de stap naar het stoppen gemaakt voor mij. Wij doen ons job graag, maar wij gaan daar nooit rijk van worden. Maar het is ook niet de bedoeling dat we onderdoor gaan. En dat is dan ook een van de grote redenen waarom dat heel veel kinderdagverblijven in deuren gaan sluiten. Op 31 maart, de dag voor het nieuwe decreet met de nieuwe regels begint, eindigt het voor Annemie en zal ze werkloos zijn. Jarenlang deed ze haar job met veel liefde. Vinden jullie dat de overheid jullie heeft weggepest? In ieder geval, de kleine kinderzelfstandigen moeten er van tussenuit. Dat is zeker. Dat is heel duidelijk met deze nieuwe decreet. Ik denk dat elke kleine zelfstandige dat zo aanvoelt van het mag niet meer wezen. Ja. Misschien zijn ze ons wel aan het wegpesten, ja.